Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik laten zien hoe mijn avond eruit ziet. 9 van de 10 keer zien mijn dagen er precies hetzelfde uit. Op sommige dagen heb ik werk en op sommige dagen heb ik online colleges. En op sommige dagen sport ik ook nog overdag. Maar de avonden zijn eigenlijk bijna hetzelfde. Ik probeer zoveel mogelijk te relaxen. Soms heb ik nog wel wat school- en werkgerelateerde dingen op de planning staan. Maar eigenlijk wil ik dat het in mijn systeem komt dat de avonden gewoon me-time worden. Want dan kan ik mezelf even opladen, want ik doe zoveel overdag. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn avond er rond deze periode eruit ziet, kijk dan vooral verder. Ondanks dat ik de hele dag door thee drink, vind ik het heerlijk om mijn middag af te sluiten met een warm kopje thee. Vandaag heb ik ook een kleine snack, namelijk stukjes appel met een beetje kaneel. Dit smaakt echt ontzettend lekker. In bed werk ik nog aan een aantal schoolopdrachten. En ik doe ook nog straks haar in een knot, want mijn haar zit altijd in de weg. Dus dit is veel comfortabeler. En rond 1:30 begin ik met mijn avondeten. Ik ben totaal geen keukenprinses, maar dit gerecht is zo makkelijk te maken. Wat er op het menu staat is volkoren wraps met kip, sla en een soort van guacamole. En het leuke is dat ik vaak gewoon lekker aan het improviseren ben in de keuken. Het gaat niet altijd even soepel, maar het belangrijkste is dat het gerecht uiteindelijk lekker smaakt. Nadat ik de wraps heb belegd, doe ik ze nog eventjes terug in de pan. Op deze manier worden ze nog een beetje krokant en goed warm. Na het eten wordt het tijd om nog een klein beetje aan het werk te gaan. Ik doe een gezellig kaarsje aan en ik zorg ervoor dat ik comfortabel aan mijn bureau zit. Op dit moment ben ik ook de voice-over van deze video aan het opnemen. En dat doe ik met deze beauty. Dit is namelijk de Blue Jedi en ik heb hem van Coolblue mogen ontvangen. Naast dat ik het geluidskwaliteit echt super fijn vind, is het ook ontzettend chill dat het 4 verschillende richtingskarakteristieken heeft. Zo is deze microfoon dan ideaal voor verschillende opnames. Als je bijvoorbeeld een podcast opneemt en je hebt iemand tegenover je zitten of je wilt het vanuit 1 kant opnemen zoals nu. En wat ik ook ontzettend fijn vind is dat je door middel van een USB-kabel heel erg gemakkelijk deze microfoon aan je computer kunt aansluiten. En door het verstelbare tafelstatief pas je de richting van de microfoon ook heel erg gemakkelijk aan. Ik ga de aankomende tijd heel veel plezier hebben met deze microfoon. Maar eerst ga ik deze video afmaken, dus laten we verder gaan met de voice-over. Vervolgens wordt het tijd om mezelf klaar te maken om naar bed te gaan. Voor het slapen doe ik altijd een korte skincare routine. Spring ik even snel onder de douche. De ene keer was ik alleen mijn lichaam en de andere keer was ik ook mijn haren erbij. Ik poets mijn tanden en ik breng ook nog even een cremmetje aan. Soms vind ik het ook wel even lekker om in bed YouTube of Netflix op te zetten. Vanavond kies ik ervoor om een kerstfilm te gaan kijken. Soms vind ik het ook wel fijn om een boek erbij te pakken. Ik ben zelf niet een hele grote lezer, maar ik vind het wel prettig om eind van de dag een paar bladzijden te lezen uit een inspirerend of motiverend boek. Want op deze manier sluit ik de dag gewoon heel erg fijn af. Voor het slapen gaan drink ik altijd nog een beetje water en vaak is mijn gedachte zo actief dat ik nog een aantal dingetjes moet noteren. Soms doe ik dit in een notitieboekje, maar dit keer doe ik dat in mijn telefoon. Dit kunnen dingen zijn zoals ja, gedachtes of dingetjes die ik nog moet doen de volgende dag. Ik heb het liever eventjes ergens genoteerd dan dat ik er de hele avond maar over aan het malen ben.
Wanneer ik merk dat ik echt moe begin te worden, leg ik mijn telefoon weg en ga ik slapen. En dit was dan mijn avondroutine.